Ik ben Marwan Hafid met het Gouden Eeuwjournaal. Goedendag allemaal. Vandaag laat ik jullie zien en mijn partner hoe een trekschuit in precies werkt. Principe werkt. Hallo, ik ben Yasser Bakour. Dit is de trekschuit. Zo zag je eruit. En in die tijd was het heel lelijk. In deze tijd is het heel lelijk. Maar in die tijd was het heel, heel, heel mooi. Daarom kochten veel mensen het, omdat het heel speciaal was. En dit was het dan voor dit journaal. Goeiedag, tot dan. Zo zien ziet u een zelfgemaakte kaart dat van Amsterdam is in 1650. Hier zien daar een palen dat daardoor grote schepen niet verder kunnen. En dat kleine schepen dat spullen halen van de grote schepen. En hier ziet u de schilderij. Dat de grote schepen niet verder kunnen. En dat kleine schepen de spullen halen van de grote schepen. Hallo, ik ben Mikaias en ik ga vandaag hebben over de Gouden Eeuw. We gaan vandaag iemand interviewen. En die gast heet Thomas. Kom maar hier, Thomas. Wat was er zo belangrijk aan de Gouden Eeuw? De Gouden Eeuw was heel belangrijk voor Nederland, want Nederland werd heel rijk in die periode. In 1602 werd de VOC namelijk opgericht. Wat is de VOC? De VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, vervoerde vanaf Oost-Indië specerijen naar Nederland en daarna verkocht het voor heel veel geld. Doei. Oké, dit was ons interview. Hallo, welkom bij het Gouden Eeuwjournaal. Vandaag gaan we het hebben over de Poolse boterham. Bijvoorbeeld het fluitschip. Het dek was minder breed dan bij de andere schepen. Dat kan je hier goed zien. Zoals je ziet is het hier een achtsoortige peervorm en hier een soortige appelvorm. Zodat ze meer graan kunnen vervoeren en minder tol moeten betalen omdat het dek minder breed is. Dat kan je goed zien bij het fluitschip. Dat was het. Dit was Jacob van Lauren, een van de bekendste kaarten en globusmakers. Dit was bijvoorbeeld een van zijn originele globus. Hij deed dat allemaal met zijn eigen hand. Veel zeeën en kustlijnen zijn nog onbekend voor schippers. Een goede kaart is dan goed waard en doen goede zaken. Ze maken zeekaarten, maar ook globes, navigatieinstrumenten, atlassen en zeemansgidsen. Schippers maken er gretig gebruik van en leveren op hun beurt informatie aan de kaartenmakers. Dit maakt Amsterdam het wereldcentrum van de cartografie in de 17e eeuw. Dat was het. Tot ziens! Hallo, ik ben Nidane en ik sta hier voor het Gouden Eeuwjournaal. Ik heb het over Cornelis de Graaf. Hij was een rijke man doordat hij een goede handel had. Doordat hij een goede handel had, hadden mensen gekozen om burgemeester van Amsterdam te worden. Dit was het voor Gouden Eeuwjournaal. Doei! Hoi, ik ben Ismina en ik presenteer het Gouden Eeuwjournaal. Ik sta naast mijn Ambimba en haar bazin. Ik heb nu een paar vragen voor Ambimba. Ambimba, waar ben je geboren? In Suriname. Wat deed je daar? Ik ging werken op suikerplantage. En wat was het weer? Heel erg heet. Oké, dat waren de vragen voor Ambimba. Nu gaan we naar de slavin. De bazin. Is Ambimba lief voor u of u voor haar? Nee, ik ben niet echt lief voor haar. Oh, en vindt het leuk in Amsterdam, het weer? Gaan ze niet zo snel dood in het koude? Ja, ze gaan snel dood omdat ze niet gewend zijn aan dit klimaat. Gaat u haar terugbrengen naar de eigen landhuis? Ja, zeker. Oké. Dat was het journaal van het Gouden Eeuw. Tot de volgende keer. Zoals je ziet, het is nu 1650. In 1650 begonnen ze met oppompen van het water. Aalderos was vroeger water. Hier is de Beemster. Dat jongen daar op het scherm was visser. Hij is verdrietig omdat hij daar niet meer kon vissen. En in 2012 is heel veel veranderd. Zoals heel meer en veel meer. Er is veel meer land dan water. Aalderos was vroeger water en is nu land. En Almere en Lelystad is ontstaan in 2012.
en er zijn meer teleporters gekomen. Dat is het verschil van de Gouden Eeuw en 2014.